Hoogstwaarschijnlijk zal aankomende dinsdag de eerste update van Seizoen 6 Chapter 2 gaan komen. En in deze video gaan we het hebben over wat we nou precies kunnen gaan verwachten bij deze eerste update. Maar voordat we gaan beginnen wil ik aan me eerst even vragen om een like te droppen. Kunnen wij de 1500 likes halen op deze video? Ik zou het super tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op Teveelgevraagd met een belletje aan. En ik zou het ook heel tof vinden als iedereen eventjes de supporter creator code Teveelgevraagd invult in de Fortnite item shop. Want dan krijgen we namelijk 5% van jouw aankoop. Ja, op dinsdag 30 maart of op woensdag 31 maart gaan we dus de V16.10 update krijgen. En dit is dus de eerste update van dit seizoen, seizoen 6 van Chapter 2. En de eerste updates van een bepaald seizoen zijn altijd vrij speciaal, omdat je dan vaak al een beetje kan zien hoe de rest van het seizoen gaat lopen qua updates. Weet je wat, laten we beginnen met het eerste ding wat we kunnen gaan verwachten in deze update. Dat is namelijk Creative 2.0. Het is namelijk zo dat ze dit al hadden aangekondigd voor het begin van dit jaar, 2021. En het begin van dit jaar loopt een beetje ten einde, want we gaan straks alweer de vierde maand van 2021 in. Dus wanneer gaat het komen? Ik blijf het maar zeggen, Creative 2.0. Het kan ieder moment komen, dus vandaar dat het ook in deze update kan gaan zitten. Maar hey, we hebben er geen aanwijzingen naar, maar het gaat in ieder geval heel groot worden, want voor degenen die het niet weten, Creative 2.0 wordt gewoon Fortnite modding, waarbij we alles zelf kunnen aanpassen in Fortnite. Dan het volgende zijn dino's. Ik verwacht dat we dino's of iets gaan krijgen, of misschien wel leaks naar dino's. Het kan ook zijn dat die opgeschoven wordt naar V16.20. Dat zou kunnen, maar aangezien we al de files erin hebben zitten van dat ei bijna helemaal kapot is, denk ik dat we toch iets van dino's gaan krijgen. En dat lijkt me echt heel erg vet. Ik heb hier laatst een video over gemaakt. Als jij die video nog niet gezien hebt, klik dan even op het i'tje, want daar vertel ik meer over dino's. Eigenlijk alles wat je moet weten over dino's en wat daar rondom gaat gebeuren. Dan het volgende wat we kunnen gaan verwachten is Pasen. Jawel, Pasen zal op 4 april zijn en dat valt dus binnen de V16.10 update. En dan gaan we waarschijnlijk Pasen skins krijgen. En er zullen waarschijnlijk dus nieuwe skins tussen zitten. Oude skins gaan terugkomen. En misschien dat we zelfs wel een gratis skin kunnen gaan unlocken als we bepaalde challenges doen. Volgens mij hebben ze dat nog niet eerder gedaan bij Pasen, maar de kans zit er zeker weten in dat dit gaat gebeuren. Dus hou het in de gaten. En wij gaan jullie natuurlijk ook up-to-date houden. Verder verwacht ik ook dat we dus challenges gaan krijgen. En we gaan de egg launcher weer terugkrijgen. Leuk wapentje verder. Maar niet heel speciaal, vind ik zo. Dan het volgende is de crew pack. Deze is al een soort van geleakt. Of hij is al niet eens geleakt. Hij is volgens mij al aangekondigd zelfs. Dus jullie weten hoe die eruit ziet. Maar we gaan daar waarschijnlijk dus nu wat meer files van krijgen. We gaan waarschijnlijk de models zien en dat soort dingen. Maar die kunnen we sowieso dus gaan verwachten in de V16 of na de V16.10 update. Sterker nog, volgens mij is 1 maart op een donderdag. Ja, dat klopt. En dan krijg je dus de crew pack. Dan het volgende zijn bug fixes. Die gaan we natuurlijk iedere keer weer krijgen. Iedere update en ook nu weer. En ik heb 2 bugs er even tussenuit gepakt die waarschijnlijk gefixt gaan worden. De eerste daarvan is slecht zicht in storms. Op bepaalde consoles is het zo dat als je in de storm loopt dat je bijna niks meer ziet. Dit is het probleem. Dit gaat gefixt worden. Dat is ook al genoteerd in de Trello-board van Fortnite. Daar houden ze dat soort dingen bij. En er is nog wel een grappige glitch. Namelijk dat de T-800 skin, dat is die robot, die Terminator, die mist zijn armen op Switch en Android. Niet altijd, maar meestal. Dus dit is wel een groot probleem en die gaat ook opgelost worden in deze update hoogstwaarschijnlijk. Dan het volgende is misschien wel een crafting update. Ja, we hebben natuurlijk crafting gekregen. Ik heb ook daar een laatste video over gemaakt. Als je die video niet gezien hebt, klik even op het i'tje. Daar zit het i'tje. Want daar vertel ik dus alles over crafting en alles wat je moet weten. En daar vertel ik ook dat er nog wat dingen missen. Zoals een makeshift sniper of een makeshift trap. Ik hoop dat ze zoiets toe gaan voegen. Zodat we bijvoorbeeld een sniper kunnen maken tot een heavy sniper of een semi-auto sniper of wat dan ook. Mij lijkt het heel erg vet, want ik denk dat crafting zoiets is wat wel langer in Fortnite kan en mag blijven. Dan het laatste wat we kunnen gaan verwachten zijn map changes. Een map change is een beetje lastig nu om te voorspellen wat er gaat komen, maar ik heb 2 dingen opgeschreven. De eerste zijn reality waves, want we hebben dat hele storyline, hele verhaal rondom reality waves gehad. Dat zagen we ook in het event, dat er een wave kwam wat er helemaal veranderde. Dus het kan zijn dat die reality wave nu al gaat komen, waardoor de hele map een ander sfeertje krijgt en misschien er net iets anders uitziet. Dat zou kunnen, weten we niet zeker. Het is allemaal speculeren. En nog iets
wat kan veranderen is gewoon de Spire zelf. Waar op dit moment de Zero Point vast zit met de Foundation. Dus ik verwacht dat we sowieso een map change gaan krijgen. Maar wat? Ja, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Dat is altijd wel een beetje de vraag. Ik hoop in ieder geval dat het een vette update gaat worden. Dit was dan ook het einde van deze video. Ik hoop jullie hem tof vonden. Als jullie dat vonden, top even jullie like en abonneer op de Veelgevraagd. Met het belletje aan. Klik op de video. Zometeen in beeld. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!